het is tijd om een Xbox One nog eens onder het stof uit te halen. Ja, I don't know. Ik heb een Xbox One letterlijk al 3 jaar of zo en ik heb hem volgens mij nog maar 1 of 2 keer opgestart. Sorry, mate, maar ik hou gewoon iets meer van de PlayStation. But okay, waarom heb ik hem dan nu uit de kast gehaald? Misschien weten sommigen het al, maar PUBG, oftewel PlayerUnknown Battleground, is eindelijk uit op de Xbox One. Snap je de link? Want ja, ik kan momenteel mijn PC niet gebruiken en ik was hyped om die game. Ik vond het leuk, maar ik kan het dus niet spelen. Maar ja, sinds gisteren is het dus eindelijk uit. En weet je wat het is? Ik heb heel skeer internet hier. Dus ik heb het spelletje besteld en niet gedownload. Door die hele sneeuwstorm is mijn pakketje te laat gekomen, dus ik moest extra lang wachten. En toen ik het eindelijk aankreeg, merkte dat ik helemaal geen cd'tje krijg, maar gewoon letterlijk een kartonnen doos met een code erin. Like, for real, niet eens een echt doosje, dat is gewoon een stuk karton. Vind ik heel spijtig, maar oké. Je krijgt er wel stickertjes bij. Wauw. Deze game is het echt waard om hem zo te kopen. Maar oké, ik ga helemaal mijn setups klaarzetten. Besef dat ik die setup elke dag helemaal op en terug moet afzetten. Maar hey, kijk eens aan, de Xbox die werkt gewoon helemaal. Ik weet niet wat dat allemaal is, want ik heb heel mijn leven eigenlijk niet op een Xbox gespeeld. Ik speel nu trouwens ook met een of andere rare illegale controller die enkel op kabel werkt. Ik heb deze random moeten lenen, want mijn controller van de Xbox die is gestolen door iemand van het YouTube-huis. En het kan zijn dat ik deze week nog een Xbox One X binnenkrijg. Dus die nieuwe Xbox die beter is of zo, I don't know. Want ik twijfel echt of deze game hier goed op deze Xbox gaat draaien. Of überhaupt zelfs op die Xbox One X. Want kijk, PlayerUnknown's Battlegrounds is gewoon een super awesome game. Ik vind het echt geweldig. Alleen ja, ik heb zelfs een tering goede PC en daar draait het zelfs slecht op. Dus ik ben eens benieuwd. Oh yeah boy, dit is mijn manneke. Ziet hem is shiny, jongen. Ik moet mijn naam trouwens nog veranderen, want ik heb zo'n standaard Xbox random generator naam. Ik moet wel zeggen, die textures zien er prachtig uit. Wow. Dat is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Maar hey, judge, ik weet dat deze game pre-access is of whatever. Dus dat komt allemaal wel goed. I'm hyped. Nee, for real. Besef dat ik deze game echt al een half jaar niet heb gespeeld of zo. Dus ik ben echt hyped. En godnondertje, ik ben mijn schoenen vergeten. Maar ja, deze game ziet er wel inderdaad een beetje uit alsof het in 1994 of zo is uitgekomen. Ik hoop gewoon dat mensen van Xbox mij een beetje leuk vinden en mij deze week gewoon een nieuwe Xbox fixen. Er komen ook natuurlijk terug Fortnite-video's aan. Maar hey, alle Fortnite-mensen, dit is de echte Battle Royale game. Ik moet wel zeggen, de controls zijn een beetje raar. En hier zijn mensen aan het schieten. Er zijn nog mensen aan het landen. Dus ik moet eigenlijk zwijgen en gewoon zo snel mogelijk een wapen vinden. Oké, okay, herlaat was blijkbaar X inhouden. Ja, het zijn echt freaking rare controls. Echt niet normaal. Het is een beetje muf, dat geef ik toe. Maar oké, okay, is hier iemand? Hallo. Daar staat iemand, daar staat iemand, daar staat... Allee, joh, godnondertje. Wow, joh, het is... Ik kan... Wow, joh, mikken in dit spel, like, seriously. Dit spel moet op de PC gespoord. Oh, joh, die controls. Serieus, wat is dit? Het is onmogelijk om te mikken of zo. Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik weet het niet. Ja, ik weet niet wat er zo net is gebeurd, maar dit spelletje met een controller, dit is echt even wennen of zo. De Xbox One versie staat ook wel een paar updates achter op de PC-versie. Zo heb je die nieuwe map bijvoorbeeld niet, dus ey, we moeten er ook een beetje tijd voor geven. Gewoon even al die glitches en zo door de vingers zien en kijken hoeveel mensen daarachter landen, man. Maar je kunt zeggen wat je wilt, maar voor een €400 of €300 of... Oh ja, nee, daar staat iemand, godmondetje. Ja, nee, nee, nee. Dank u wel, goeiedag. Ik wil nu zoals in Fortnite gewoon shit bouwen en oh my god, ja, ik heb hem opgesloten, ik kan hier niks doen in deze kamer. Ja, 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 voilà, ja, dood mij Mario. Alright, we gaan proberen langer dan een minuut te overleven. Ah, we vinden eindelijk schoenen, nice. Door zoveel Fortnite te spelen ben ik eigenlijk vergeten hoe traag dit spelken is. Oh, daar zit er een, daar zit er een, daar zit er een. Heeft hij mij gezien of niet? Die is mij gaan... Oh, die kijkt niet meer, dus sowieso heeft hij mij gezien, hè. Ja, godnodig, welke van de twee huisjes was dat nu weer? Ja, ja, daar kijkt hem, daar kijkt hem, daar kijkt hem. Kan ik hem zo raken? Of is het er... Kan ik door ramen schieten of niet? Ik weet dat niet meer in dit spel. Dat is te lang geleden. Daar zit hij. Allee, ja, kom op! Nee, nee, nee! Oh, top! Allee, joh! Ik kan echt niet met een controller hierop werken. Oh, daar is er niet eens ook een, ja! Man, 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 lach me maar uit, maar probeer het zelf eens. Ja, er gaat iemand door de deur komen. Ja, scheisse! Laat me nu toch niet alleen. Alright, we zijn ondertussen een dag verder. Gisteren werd het gewoon te laat om nog op te nemen. En ik heb er net 1 potje gespeeld zonder op te nemen. En ik heb maar de freaking 2 kills gehaald. Dus ey, er is vordering. Je moet gewoon echt de controls gewend raken. Want het is echt een beetje shit op de Xbox. Ja, wajo, hoeveel mensen landen hier? Ongelooflijk. En de frame rate is perfect. Wajo, love this game, yo. Shit, wat is dit, man? Niet alleen het spel is brak, maar de connectie is ook redelijk brak. Kom op, man. Maar ey, ik hou mijn bek al. En kijk, in Fortnite vind je wel elk huis een wapen. Maar hier is het echt zoeken. Maar kijk, ik heb zelfs probleem om uit deze deur te geraken door deze lijk, man. Er zijn hier wel ongelooflijk veel mensen. Ik word langs alle kanten schoten en ik heb hier wel een Uzi, dat is nice. Hola, pola, een shotgun, altijd handig. Oh ja, daar loopt er eentje daar op de weg. Oh shit, oh joh, van waar komt die man? Doe eens rustig. Ik weet niet van waar die schoot, maar die blijft op mij schieten. Ah, daar staat die man recht voor mij. Wat is dit? Wat is dit? Nee, 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 please, niet blijven raken, niet blijven raken, man, niet blijven raken. Nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, god, non de jum, man, god, non de jum. Kom op, is hier een trap naar boven, alsjeblieft, kom op. Oh god, man, die gaat achter mij aankomen, die gaat achter mij aankomen. Wat moet ik doen? Kom even pijnkiller, kom op. Ja, alsjeblieft. Snel, 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 snel. Nee!
Wauw, mikken in dit spel. Hoe verander ik van shoulder als zo? Oké, wajo, tering. Is het nu naar daar of zo? Zit nog steeds hier? Ah, hier. Hoppa, kom op, ja, get you. Oké, ik weet ook niet wat ik allemaal roep als ik iemand kill, maar ik ben gehyped, sorry. Is daar nog iemand? Ik hoop van niet. Ze zijn hier langs aan het schieten. Oké, ik ga die snel even looten. M16, ook altijd handig. Kom op, pak die zo snel mogelijk. Ik ben nog in de cirkel, dus dat is oké. Maar sowieso zitten er een paar mensen hier in deze huisjes, want het was hier echt overval daarnet. Ah nee, wow, ik had misgekeken, Jesus Christ. Oh jong, ik ben dom. Ik ben echt tering dom, maar die map is echt onduidelijk op de Xbox. Ja, dat wordt toch wel even lopen. Oh, ça va, en daar in de verte loopt er eentje. Maar ja, die kan ik niet pakken. Zou die mij zien? Want die staat stil. Ah nee, die loopt verder. Oké, die heeft niet achter zich gekeken. Alright. Misschien kan ik die zo pakken. Ja, ik kan hem raken. Ik kan hem raken. Kom op. Oké, nee. Ik ga die even laten. En ik ga gewoon doorlopen. Shit, dat was dom. Waar is die? Oké, daar loopt hem. Daar loopt hem. Daar loopt hem. Ja, maar ey, er zijn nog meer mensen, hè. En daarachter loopt er ook een. Wat moet ik doen, man? Ja, damn it. Je gaat hier gebombardeerd worden. Wat heb ik mezelf aangedaan, man? Oké, misschien ben ik er op een of andere manier door. Alright. Ja, de bombardementen zijn daar en ik ben er voorbij. Nice. Maar ey, hier kan het ook nog vol mensen zitten. Ja, daar zit er eentje in dat huis. Dat is... Nee, kom op, pik de goeie. Allee, man. Oh, dit spel is een ramp. Of ja, ik ben een ramp, dat kan ook. Maar hey, we blijven de hoop erin houden. We zijn een paar games verder en ik heb nog steeds geen schoenen aan. Gotta love the 10 FPS, man. Als er iemand is, please niet killen, dankjewel. Oké, hier is niks. Wajo. Skeren, Paul blijft skeer. Is hier iets aan een jasje? Nee, ja, bij nu heb ik het niet koud of zo, I don't know. Man's not hot. Hey, als hier iemand is, please niet killen, dankjewel. Is hier iemand? Zie ik ergens een kopje uitsteken in het raam? Nee, dat hoop ik maar, want als je op mij schiet, ik zweer u, ik maak je af. Dus gewoon niks doen, oké, dat is niet slim. Ik ga nu uitstappen, oké? Hoe stap je zelfs uit? Shit, hoe stap je zelfs uit? Hey, hallo. Ah, oké. Eindelijk een handgun. Dat is echt het minste wat dat spel mij kon geven. Ah, en hier een shotgun. Oké. Rugzakje erbij. Tommy gunnetje erbij. Nice. Schoot er nu iemand net op mij? Ja, oh, er is iemand gewoon. What the hell? Daar staat hij. Ik ga die helemaal afmaken met mijn shotgun, joh. Wauw, die controls. Ik zweer het u. Dit is moeilijk. Dit is veel te moeilijk. Allee, joh. Probeer dit zelf op de Xbox. Dit spel is onspeelbaar op dit moment. Oh, is er nog iemand? Is er nog iemand? Hallo? Er is nog iemand. Oh, shit. Oh, what the hell? Nee. Niet raken. Ik ga wel terug naar mijn auto. Ik rij weg. Doe rustig, man. Doe rustig. Nee. Kom. Nee. Stap in de auto. Stap in de fucking auto. Niet op het dak. Stap in de freaking auto. Kom op, ja. Dankjewel. Nee. Doe rustig, G. Ik rij weg. Ik wil geen problemen. Kom op, man. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar sorry, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Maar holy damn, ik zag daar wel even Jezus en Sint-Pieter en Maria daar allemaal in de lichttunnel. Maar ik moet wel inderdaad leren mikken op dit spel, want dit is toch gewoon ongelooflijk. Oké, wow, bijna tegen een boom. Op PC kon ik echt af en toe eens beast mode gaan. Dat heb ik je denk ik wel getoond in enkele video's, maar hierop, damn. Oh, iemand loopt voor mij. Ik ga die omrijden. Kom op, makker. Allee, ik heb die juist gemist. Hoe kan ik die missen? Oké, ik ga gewoon doorrijden. Zou ik hier ergens stoppen? Lijkt dit veilig? Nu ook gewoon slimmer is om zonder auto verder te gaan. Want de map is steeds kleiner en kleiner aan het worden. Ik weet het niet. Oh, ik zie daar in de verte iemand op het dak. Alright, oké. Dus die heeft misschien een sniper of zo. Ik heb geen idee. Maar ik ga even mijn Rambo-modus aanzetten. Ik ga eens laten zien dat ik wel kills kan maken. Ah, daar. Oké. Waarom ben ik zo slecht in schieten, man? Dit is toch ongelooflijk? Dit is toch echt ongelooflijk? Heb ik die zelfs geraakt of niet? Ik kan die zelfs van zover niet raken met een submachine gun, denk ik. Ja, in dat raampje. Hij heeft mij gezien, denk ik. Maar ja, ik kan niet van zover schieten. Het is twee huizen verder. Ik dacht dat hij in dat andere huisje zat. Oh god, ik hoor nog een andere. Kom op. Wajo. Dit is te moeilijk. Kom op. Wow, wat ben ik allemaal aan het doen? Oh! Ja! Got you, man! Woo! Damn. En nu heb ik een assault rifle. Alright. Maar het ding is, dat was volgens mij een andere guy. Dat was niet de guy van dat huisje hier langs. Die zit daar nog. Die heeft mij nu gezien, denk ik. Kom op. Kan ik die zo raken of niet? Help me eens even. Kom op. Arre, jong. Ik heb toch veel kogels, dus mij maakt het niet uit als ik moet blijven schieten of niet. Ah, daar loopt hij. Kan ik hem zo raken? Wordt hij geraakt of niet? Kom op. Ik word die kerel heel dichtbij. What you say? Ja! Woe! Full
voelt zo goed om hier een kill op te halen. Oh ja, shit, die storm helemaal vergeten. Oké, snel looten, snel looten, snel looten, kom op. Jij, oh joh. Waarom gaat alles hier zo traag? Kom op, bandages oppakken, kom op, bandages op. Oh, ik weet niet hoe deze dingen moeten. Oh my god, ja, ik ben genaaid. Ik ben genaaid, kom op. Ah nee, toch niet, net niet. Ik ben niet genaaid. Oké, even gaan liggen en medkit. What, yo? What, yo? Wat is er zo net gebeurd? Maar iemand schiet op mij, denk ik. Iemand schiet op mij. Ik weet het niet. Schiet iemand op mij of niet? Nee, dat is er langs. Dat is er langs. Ik zie ze op de berg daarboven. Die ligt daar. En die andere ziet hem niet, of wat? Wow, even spannend. En daar is er nog een. Daar is er nog een. Oké, kom op. Ja, 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 zo raak ik die. Kom op. Oh man, man, man. Ja, oké, nu heb ik niet meer zoveel kogels. Nu moet ik er beter mee ophouden. Maar er zijn nog maar 9 mensen in de... Oh ja, ik had dat echt niet door. Nog maar 9 mensen in het spel. Oeh. Oh, die map is super klein. Ik had het echt niet door dat we zo ver in de game zaten. Wow, yo. Dan voel ik mij nu echt reten omdat ik zoveel kogels heb opgebruikt. Want ik dacht dat we echt nog een groot speelveld hadden. Maar oké, over 10 seconden verkleint de map weer. En ik moet eigenlijk naar daar lopen. Maar ja, langs rechts is er een guy dat ik weet. Langs links, ik heb geen idee, maar er zijn huisjes, dus sowieso zit er iemand. Hè. En ik moet echt nu vertrekken, ik moet echt nu vertrekken. Damn, 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 damn. Erboven zijn ze een fight bezig, laat ze maar doen, maar ik moet gewoon hier geraken. Is deze steen goed genoeg? Nee, en daarachter rijdt een buggy, ja, damn. Oh my god, oh my god, oh my god, ik moet wel naar daar. Oh, dit is niet zo heel goed. Oh god, hier is... Oh, wat? Ah, damn! Wat gebeurt... Oh, ja, daar heb ik geen woorden voor. Ja, dat is gewoon slecht, maar we hebben 8e plaats behaald met deze... onspeelbare controls. Ik weet dat dat faaltjes zijn, maar geloof me, op Xbox is het echt... Het is echt wennen sowieso en er moeten echt updates komen, want het is echt niet full geoptimaliseerd ofzo. Maar oké, mensen, het was dan voor de allereerste Battlegrounds video, of tenminste een allereerste Battlegrounds video op de Xbox One en in het algemeen gewoon, ja, de eerste in een heel lange tijd. Ik kan het terug uploaden, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker een vaste like achter als dat zo is. Ik hoop dat ik deze week die Xbox One X binnenkrijg, dan kan ik mijn oude Xbox World aan Alex geven en zo en dan kunnen we samen opnemen en shit. Dus boys and girls, nogmaals, laat een like achter als je het leuk vond en dan zie ik jullie morgen, denk ik, bij een nieuwe Fortnite video. Ciao, ciao!